Welkom terug bij Project Cars. Het is voor mij een behoorlijke tijd geleden. Ik denk zo'n 2 maanden of zo. Het is echt heel lang geleden. Maar ik had toen gewoon in een korte periode heel veel Project Cars video's gemaakt. Waardoor het best wel lang door heeft kunnen gaan op mijn account op mijn YouTube kanaal. Dus maar ja, we moeten er nu toch echt weer aan geloven. We gaan verder met Project Cars. Dus ik ben wel een beetje uit het ritme, om het zo maar even uit te leggen. Gelukkig beginnen we niet met het GT4-kampioenschap, waar we dus in zitten op dit moment. Maar we beginnen met de Historic GT5 UK Trophy. Oh, mijn menu is nog steeds heel langzaam, heel traag. Kijk, ik druk naar beneden. En het duurt gewoon echt ruim een seconde voordat hij naar beneden gaat. Super irritant als je even snel er doorheen wil gaan, zeg maar. Volgende GT4, GT4 race. Volgens mij de Amerikaanse serie. Is. In. Nee, niet in Sakito. Wacht, hoe ziet dat logootje eruit? Ah ja, oké. Zo'n soort van Amerikaanse vlag. Wacht, iets. Het is moeilijk te zien waar de volgende race is. Oh, damn. Oh, oké. Hier is hij. We kunnen hier gewoon aan beginnen, maar ik ga eerst even die ene race doen. Dit is bij de Sonoma Raceway. Oké, dan weten we dat ook weer. Maar laten we nu deze Historic GT5 doen. Ik ga de difficulty op 57 zetten. Want ik heb even teruggekeken en de vorige keer had ik, dat was op Silverstone met deze, hoe noem je dat, Grand Prix. Of deze serie. En daarin werd ik op 55 werd ik best wel makkelijk de winnaar. Dus ik zet hem even op 57. If you don't mind. Voor de GT4 heb ik hem volgens mij op 65 staan. Dus wel iets moeilijker. Maar die zijn ook iets makkelijker te besturen. Alhoewel, als je de laatste aflevering hebt gezien. Oh man, die crash op de ene laatste ronde. Ik heb het nog even teruggekeken. Wauw. Lagen gewoon eerste en dan zo'n crash. Uiteindelijk zijn we tweede geworden. En Project Cars heeft natuurlijk geen rewind button of zo. Deze auto is best wel insane. Alright. Alton Park. Mijn favoriete circuit. Not. Hebben we hier niet al gereden? Wow, oké. Dat was een goed begin. Oh man, oh man. Is het volledige Alton Park? Want daar ben ik nog nooit op geweest. Ja, het is het volledige Alton Park. Oké. Okay. Normaal doen we altijd de verkorte versie. Dit is dan de bocht, zeg maar, die eruit gelaten wordt. Maar dat is best wel een leuke bocht, dus. Oh man. Natuurlijk is het ook wel zo dat de banden even warm moeten worden.
Maar een hele lekkere binnenkomer is het niet. Jeez. What the hell? Oké. Okay. Het is wel een lekkere wagen hoor. Mooi geluid. Dit was de BMW volgens mij. En er is ook een Ford. Dit is dus de Historic GT5. Oké. Ik ga proberen een rondetijd neer te zetten. Maakt me niet per se uit hoe goed die rondetijd is. Oh man, dit ding. Je moet echt heel rustig accelereren. En hier moet je in een bocht remmen. Altijd fijn. Always nice. Rustig uit accelereren. Ik vind het op zich wel een leuk circuit hoor, maar het is zo tricky. Op het park. Het is zo tricky. Het is ook niet echt een breed circuit, dus zeker ook op bij het start-finish niet. Daarom is het super moeilijk om in te halen. Hier gaat het omhoog en dan ga je zo een soort van blinde bocht. Heel kort rechtstuk is dat. We hebben de eerste tijd gezet. Ik ben benieuwd voor hoe lang dat ook is. There we go. Oké, ja. Ik weet niet. Ik ben... Laatste. Ja, het scheelt weinig. Het scheelt weinig. 1/10. Doe ik nu de difficulty omlaag? Ja, ik ga hem weer op 55 zetten. Maar het is altijd zo dat de qualifying pace veel beter is van de AI dan de race pace. Of anders, of je kan ook zeggen dat mijn race pace een stuk beter is dan mijn qualifying. En ik moet zeggen, race is wel een stuk makkelijker, omdat je niet zozeer tegen de klok aan het vechten bent, maar gewoon tegen andere auto's. En dat maakt het, weet je, het is wat duidelijker waar tegen je racet. Dus je ziet ook wat sneller of je het goed of niet goed doet. Want kijk, met mijn kwalificatieronde had ik best wel het idee, nou ja, ik heb een redelijke maximale eruit gehad. Ik kan misschien nog een paar tienden, maar ik bedoel, een seconde gaat er niet meer vanaf. Dus daarom heb ik ook skip to end of session gedaan, omdat ik dacht, ja, het gaat toch niet veel beter worden. Dus ja. Hoe lang is deze race eigenlijk? 4 rondjes. Oh, dat is niet eens zo heel lang. En we beginnen op de laatste plek. Oh, damn. Oh, dit hebben ze nog steeds niet gefixt. Ongelooflijk.
Hoe lang is Project Cars al uit? Oké, we liggen 8e. Na 1 bocht. Altijd fijn. Ik weet niet hoe goed ik ervoor sta in dit kampioenschap. Volgens mij best wel goed. Ik probeer de lichten aan te doen, maar volgens mij staan ze al aan. Oh ja, ze stonden aan. Het is zo smal en deze auto's zijn zo breed. Wow. Nee, damn it. 10e. Je maakt zo makkelijk een fout in deze auto. En omdat het dus al smal is, moet je ook bij een inhaalactie moet je veel meer risico nemen. En dan gaat het ook een stuk vaker fout. En het blijft gewoon simpelweg minder makkelijk op de baan als de baan wat smaller is. Een rondje gehad, 8 plaatsen gewonnen met de start en toen weer 2 plaatsen verloren toen ik spinde. Not that bad. Ik bedoel, top 10 finish vind ik prima, maar toch jammer dat ik weer moest spinnen. Ik heb genoeg gespind in deze serie. Hier gebeurde dat. Volgens mij hier. Oké. Oh, het weer is compleet veranderd nu. Wat de hel. Nice. Die wil ik wel even terugzien op de in de herhaling. En ook even de start wil ik terugzien. Ik moet zeggen, we rijden nu best wel goed. Hoppatee, oeh, dit is geen goed idee. Dit is een heel slecht idee. Oh, hoehoehoe. Dat was nice. I like that. Terug op de 8e plaats in ieder geval en dan gaan we weer. Damn it. Wow, nummer 11 ligt wel echt zo ver achter ons. Kunnen we nog 8e worden?
Meer dan dat zit er echt niet in. Mijn achtste moet toch nog lukken, zolang ik geen fouten maak. Misschien weer op hetzelfde punt als in de vorige ronde. Ja, we zitten iets verder achter hem. Hoewel we wel een aardige exit hebben. Maar ik speel ook nu een beetje op safe. Alhoewel ik een veel betere exit hier heb. En dan word ik naar rechts gezogen door de curbs. Waardoor ik er niet langs kan. Och. Ja, wat de hel. Wauw. Oké. Ik had echt 0,0 seconden. Nou, 0,2 misschien. Als deze auto gaat, dan gaat hij ook. Nothing you can do. Nou ja, oké, in ieder geval top 10. Tenminste, hebben ze dat er niet eens ingebracht? Rewind button. Ik bedoel, ik begrijp waarom ze het niet doen, maar... Omdat dat totaal niet realistisch is natuurlijk. Gran Turismo heeft het ook nooit. Nee. Wanneer zou er weer zijn nieuwe Gran Turismo komen? The big question. Waarschijnlijk nooit. Oké. 10e plaats. Niet slecht. Maar er had iets meer in gezeten. Waarschijnlijk 8e. Right. We hebben nog één puntje gekregen. Voor wat het waard is. Dat minuutje hadden ze wel veranderd. Kijk dit. Qualifying 1.37. Dit, oh my god. Er zit gewoon 5 seconden verschil in. 4. Oh, ik ben de champion. Oh, wauw. Oh, best wel dik eigenlijk. Ja, ze hebben dit menu veranderd. Dat is wel erg goed gedaan. Of, nou ja, echt logisch eigenlijk. Eerst moest je op vierkantje drukken en dan ging je naar dat menu en kon je scrollen met links volgens mij. En nu kan je gewoon direct met de rechter joystick kan je scrollen. Dat is wel echt veel beter. Oké, ik ben vergeten de replay aan te klikken. Maar ja. Daar kunnen we nu niks meer aan veranderen. Ik ben benieuwd wat het volgende evenement is. Het liefst doe ik gewoon weer GT4. Daar wil ik gewoon in verder. Maar er zal vast wel een nieuw evenementachtig iets zijn. Ja, de Historic TGA Euro Trophy. Heb ik die niet al eens gedaan? Even kijken. Dat is... De Brands Hatch Showdown. Nee, die ga ik niet doen. Supercar US Club Sport Trophy. Deze heb ik vorig jaar al gedaan. Dit is in de regen. Dit is echt een verschrikking. Wat is dit? Oeh. Oké, ja, die vind ik wel. Oh, het zijn wel weer 3 races. En dan doe ik ook nog deze. Damn. Oké, maar deze ziet er wel leuk uit. Welke auto? Oké, de Porsche. Niet echt veel keuzes. Oké, dus we hebben de Club Sport Trophy Road America. Dat is wel leuk, daar hebben we nog nooit gereden. Mazda Raceway. Dat is ook een leuke screen natuurlijk. En Watkins Glen. En bij deze
Hockenheimring. Ik weet niet precies welke auto's dat zijn. 320 Turbo. Historic GT5. Oh, dat is hetzelfde als die we net hebben gedaan, maar dan met iets. Dan de Europese versie, zeg maar. Oké, dat is wel leuk. Ik vond dit kampioenschap zeker wel leuk. Oké. Catalunya. En Imola. Oké. Het gaat nog wel even duren voordat we aan de volgende GT4 race gaan beginnen. Maar ja, voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.